Wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk om te bouwen aan onze toekomst. Technologische vernieuwingen helpen dit onderzoek te vergemakkelijken. Het netwerk van Surfnet biedt zo'n vernieuwing. Lichtpaden. Lichtpaden zijn mogelijk dankzij het hybride netwerk Surfnet 6. Dat is ontwikkeld in het Gigaport Next Generation Network project. Dit is een nationaal project dat als doel heeft het versterken van de nationale kennisinfrastructuur. Het hybride netwerkmodel van Surfnet 6 vindt momenteel in de hele wereld navolging. Met de wedstrijd Enlighten Your Research heeft Surfnet wetenschappers uitgedaagd onderzoeksvoorstellen in te dienen waarbij ze gebruik maken van lichtpaden. De 5 prijswinnaars zijn hierin bijzonder goed geslaagd. In hun onderzoek bieden de lichtpaden duidelijke meerwaarde. Via Netherlight, het open lichtpadknooppunt in Amsterdam, wordt het lichtpad van één van de winnaars doorgeschakeld naar de Verenigde Staten. Surfnet is heel belangrijk in Nederland. Zij beheren een internetverbinding tussen de verschillende universiteiten. Dat is een supersnel netwerk, ook op internationaal gebied heel gerenommeerd. En om dus grote data te kunnen transporteren tussen de verschillende instituten, is het heel belangrijk om van die internetvoorzieningen gebruik te maken. Ja, van harte welkom bij deze les. Vandaag praten wij over elektronenmicroscopie. En we hebben op deze moment een directe connectie naar Amsterdam. 10.000 DVD's krijg je ongeveer uit dit project, uit die 17 simulaties. En die moeten dan ook nog allemaal geanalyseerd worden. Nou, daar heb je dus een lichtpadtechnologie voor nodig. Om die data heel snel van de ene plek naar de andere plek te krijgen. In dit geval van Sara naar Utrecht. Van lichtpaden is dat je die wel overal hier in Twente kunt hebben, maar dat je over die lichtpaden heel erg gescheiden netwerken kunt realiseren. Zodat de videobeelden alleen daar terechtkomen bij die mensen die ertoe geautoriseerd zijn om die te gebruiken. Zoals de politie of een beveiligingsbedrijf. Je kunt dus heel efficiënt schakelen tussen de partijen die die informatie moeten hebben. Dat is een heel groot voordeel van lichtpaden. Het onderzoek is een integraal gebeuren tussen Utrecht en UCLA. En alleen door die samenwerking, zeker als je nu in staat bent om kennis, technologie, klinische informatie op deze manier bij elkaar te brengen, op zo efficiënte manier, dat zal een extra sprong vooruit zijn voor het onderzoek van Aris. Het is zo dat de gegevens die we genereren, we eigenlijk moeilijk kunnen e-mailen of gewoon kunnen uploaden. En waarbij we dus gebruik moeten maken van grote harde schijven, grote opslagmedia. En ja, die moet je dan via het vliegtuig brengen in Los Angeles. En dat is dus erg bewerkelijk, kost veel tijd, kost veel geld. En door een snelle lichtpadverbinding kunnen we dat dus enorm versnellen op die manier. Normally it will take 1 or 2 days for us to receive all the data. With a light pass net, I think it will take less time and more efficient. Wat deze onderzoeken met elkaar gemeen hebben is het gebruik van lichtpaden. Een lichtpad is een rechtstreekse verbinding tussen 2 eindpunten op het hybride netwerk die niet door ander verkeer kan worden beïnvloed. Lichtpaden garanderen een optimale snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid. Wetenschappelijk onderzoek, technologische studies, medische onderzoeken en vele andere disciplines hebben hier veel baat bij.